Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben vandaag samen met Alt Compilaties, oftewel Jeremy. Gloednieuw, zeg je dat nou? Zeg je nou gloednieuw? Zit nog helemaal in België in mijn hoofd. Ik zei gloednieuw video, Jeremy. Zo, gloednieuw. Nou, welkom. We gaan vandaag Achwar spelen. Waar moet ik heen? Deze map nog nooit gedaan. Oh, echt niet? Heb je deze map nog nooit gedaan? Nee, ik ken dit helemaal niet. Wat is Eggwars? Wat houdt dat in? Ik heb een tactiek. Waar is ons ei überhaupt? Oh, die guy. We hebben echt een maximale teammate, Enzo. Kijk wat hij doet. Ja. Ei-priorities. Hij heeft gewoon heel veel moeite gedaan om het ei in te bouwen. Niet. Wat een gozer. Dat is toch heerlijk. Daar hebben we wat aan. We moeten rennen. Hoezo we moeten rennen? We moeten gaan, maar nu pakt hij alles af! Ga weg! Ik heb deze helemaal geleveld, gaat hij hier staan? Wat een persoon. Oh, jullie hebben al helemaal pakkies. Ja, wil jij mij gold even... give me all het gold. Give me gold. I upgrade. Waarschijnlijk is die gewoon Nederlands. Want ik heb al eentje geupgrade en dan kunnen wij... Give me gold. Obsidian. Hij zegt oké, give me. Preston. Gold. Gold, please. Plus. Geef het dan als je ja zegt, alsjeblieft. Nee, jongen, je krijgt helemaal niks, gek. Doe normal. Dan pak ik alles voor jou weg. Ha. Fuck. Ha. Ik heb nu al problemen hiermee. Wat is dit onhandig? Ik pak elke keer alles van hem weg. Hier. Ik heb 1 goud. Oh, dankjewel. Dat is zo fijn. Top, hè? Ja, dat is wel echt. Ik ga even blokjes maken en even een pickaxe pakken. Oké, ik ga ervoor zorgen dat ons ei in ieder geval even goed beschermd is, want... Oh, dit gaat lekker. Gaan we obsidiaan eromheen doen? Ja, we gaan zeker weten obsidiaan eromheen doen. Oh, kut. Ik geef nu alles uit. Ik maak eventjes dit makkelijker, want dit is heel onhandig. Kijk eens hoe makkelijk dit is. Dat doet Jeremy Ja, dat is veel chiller inderdaad. Dat klopt. Zo. Oh, hij springt alsnog mis, deze pancake. Ik zag het. Deze pancake, jongen. Hij springt weer mis! Kijk! Yo! Broeder, gaat het goed? Oh mijn god. Hoe duur is een pickaxe? Hier, bro. Doe er wat goeds mee. Heel erg bedankt. Ik ga er echt wat goeds mee doen. Dankjewel voor het investeren. Ik loop rondjes. En loop rondjes. Maar we doen nou niet die master tactics eigenlijk. Oh kijk, wat hij heeft. My god, hij heeft die obsidian verkeerd geplaatst volgens mij, of niet? Wat een kneus, wat doet hij nou? Nee, wacht. Voordat je zegt dat hij een kneus is, ik denk dat het opzetterig is. Dus dat hij dit expres doet. Omdat dan denken mensen van, dit is raar. En dan knallen ze alsnog tegen die obsidian aan. Ik denk dat hij dit opzettelijk doet, zie je? God. Dit is op zich denk ik best wel een goede strategie. Tenminste, daar gaan we nog achter komen. Ik weet het niet, ik ga er niet van uit, maar hey. Jij vertrouwt in hem, dan vertrouw ik in hem, oké? Ja, we moeten op elkaar kunnen bouwen. Bouwen? Ja, we moeten op elkaar kunnen bouwen. Oké, we gaan bouwen. Ik ga nu bouwen. Oké, ik heb wel eventjes wat eten nodig, want jeetje, als je niet kan... Oh my... Fuck. Wacht. We hebben overpowered aanstaan. Nee, echt? Ja, dan komt er dat mensen erop hebben gestemd, dus... Oh, daar word ik echt heel ongelukkig van, Enzo. Ik ook. 3 gold is dus al genoeg voor Obsidian. Waarom bouwt hij dan zoveel? Wat? Waarom bouwt hij dan zoveel normale blokjes, terwijl Obsidian zo goedkoop is? Ik heb geen idee. Ik ga het allemaal weghalen en ik ga het beter doen, oké? Maar we hebben ook nog geen diamonds gehaald, niks. Zal ik even naar... Oh, iedereen heeft al bouwd. Yep. Even kijken. Ik heb een. We zijn een beetje laat eigenlijk. Zwart. En ik maar... heb. Oké. Ik wil zeker meteen geprept daarheen. Ik zal wel eventjes alvast het beginnetje van de brug bouwen. Ja, ik heb in ieder geval alvast even een goed zwaard. En ik heb voor jou eten trouwens. Dat leg ik hier gewoon wel neer. En dan maak ik hier obsidian. En van het rest van het iron maak ik hooibergen. Dat is namelijk echt een hele goeie. Dus ik ga dit wat hij nou allemaal heeft gedaan. Hooibergen? Ja, hooibergen is echt super nice. Waarom? Dus op zich zijn tactiek vind ik leuk. Maar niet optimaal, zeg maar. Nee, het is niet echt optimaal. Ik ga het ietsjes upgraden. Kan zijn dat ik dood ga. Ik ga dit namelijk... Groetjes aan mijn familie, alsjeblieft. Ga ik doen. Yellow team has been destroyed. Nou, dat was 1. Oké, dat is fijn. Er zijn best wel veel mensen trouwens die hieraan deelnemen. Oké. Ik bouw hem eventjes tot hier en zo. Dan, als we zo prepped zijn, dan kunnen we weer...
Dan kunnen we weer een poging wagen, ja? Dat is goed, dat is goed. Maak hem ook een beetje safe. Okay. Dit wordt de brug der bruggen. Oh, nou, dat was het. Oké, nu heb ik... Maar ik heb maar twee blokjes. Oké, ik heb mega veel obsidian, wat ik dus hier nu allemaal omheen ga doen. Wacht even. Wil je niet eerst die blokken weghalen? Nee. Die hooibergen die mogen daar staan. Ja, die blokken... Als er een paar blokken nog staan, prima. Maakt mij niet zo heel veel uit. Maar wat is met die hooibergen? Nou, die hooibergen die kan je alleen maar met de hand weghalen. En niet met de pickaxe. Dus dat is op zich wel een goeie. Oh, zo hé. Tactics, dude. En wat dan ook nog eens kan werken, is een laag taarten omheen doen. En daaromheen dan weer hooibergen en dan weer obsidian. Een laag taarten? Ja, oh, serieus. Je gaat echt diep in de tactics, joh. Ja, de tactics. Dat is niet de statistics, maar de tactics. Echt. Oh, fuck. Ik dacht, ik haal dit weg, maar nee. Hoppakee. Oké. Ik verzamel nu even dit en dan kan ik ook een pakkie kopen. Kijk dan hoe grote bonken we nu al hebben. Dus ik heb me alleen maar verdiept in de infrastructuur tot nu toe. Ja, ik zie het. Je bent goed op weg met bouwen. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja, ik kan die gold generators... Die gaat daar nu weg. Ik kan die gold generators niet meer upgraden, omdat Gast, is een laag chest ook niet goed? Oh ja, dat was het. Een laag chest, ja. Hoeveel is dat? 5 gold? 2 gold. 2 gold, oké. Ik heb 16 gold. Even kijken waar ik dat allemaal ga zetten. Hoppakee. Oh ja, dat was het inderdaad. Dat waren chesten, ja. Die waren ook goed. Chesten en taarten. Volgens mij was dat. Chesten en taarten. We moeten even die diamond... Ik ga denk ik even op een missie voor wat diamonds, man. Ja, dat is goed. Want dit wordt natuurlijk helemaal niks als dit zo doorgaat. Even kijken. Komen al die guys, weet je wel. Woe. Oké, een taart is maar 1 iron of zo. What the heck? Ik heb een... Geel is hier! Alarm! Oké. Alarm! Ik ga verder bouwen, We moeten hem killen. Hij gaat via het dakkie, gaat hij. Ja, ik ben hier allemaal chesten aan het plaatsen. Hij gaat naar de dingen, maar hij kan hem waarschijnlijk niet in één keer destroyen. Hij gaat via het dak. Ja, het maakt niet... Ik val naar beneden. Een beetje... Nou, hij moet toch op een gegeven moment naar beneden. Oké, ik heb heel veel taarten. Als jij daar gewoon blijft... Ja, ik heb ook best wel goed zwaard, hè. Die guy die bij ons is echt een aardappel, man. Hij staat daar. Ja, komt op je nu. Hij gaat je killen. Hier. Hij gaat me echt niet killen. We gaan hem killen. Nee, hij probeert je te killen. Oh, kut, die boom. Kijk eens even. Hij gaat hier niet wegkomen, man. Zeker niet. Nou, jij komt hier niet weg, vriend. Hoppakee. Vriend. Ja, eet maar. We gaan hem voor de wereld. Ja, hoppakee. Dat was hem al. Wat een kneus. Wat wilt hij nou, hè? Wat nou? Wegwezen. Die Jeremy is altijd zo van de kneus en de sukkel en de aardappel. Ja, het is gewoon een beetje een kneus. Komt hier aan met een geel pakje. Denkt hij dat hij ons aan kan? Nou, nee, hè. Dat gaat even niet. Oké, okay, ik ga even wat... Oh, ik zie al iemand met full iron en een diamond sword. Dus we hebben echt die diamonds nodig. Ja, we hebben zo'n achterstand. Ja, okay. Nou, achterstand... We hadden eigenlijk meteen naar het midden moeten gaan. Achterstand heeft die aardappel van ons, wij niet. Nee. Ja, maar ze proberen nu naar ons te komen. Die geel komt bouwt naar ons nu. Okay, ik ga eigenlijk even... Hoe duur is een boog? Hoe duur is een boog? Ja, dan moet je met diamond, hè. Wacht, zal ik eens kijken voor je? Elke boog met diamond? Even kijken. Ja. Ja, ze willen allemaal naar ons, man. 12 diamond is het goedkoopst. Oh. Oké, ik heb even wat golden apples genomen. Jongens, die guy die in ons team zit is echt een aardappel. Hij springt gewoon naar beneden. Echt waar? Ja, hij springt gewoon de void in. Dat is echt een beetje... Oké, ik heb weer wat chesten neergezet. Ik heb 5 diamonds, ik kom meteen terug. Ja, meteen. Ik hoop niet dat die guy maar er al... Oh, dit is de paarse aardappel. Oké, hoppakee. Ik heb weer taarten allemaal gefixt hier zo. Oh, je wil niet weten hoe goed ik het ei heb beschermd. Ik heb nog nooit zo goed het ei... En ook vooral mooi gedecoreerd. Heb je er wat glitterspikkels erop gedaan? Ja. Oké, ik heb 5 diamonds. I'm back at it again. Dit is echt geniaal. Moet je kijken hoe het ei eruit ziet. We hebben een diamond generator, man. Oké, nice. Did it. Oh, what the fuck. Dit is echt... Het ei is gewoon een taart. Maar er moeten geen leaks in zitten. Geen leaks. Geniaal. Echt kijk, geniaal. Hoor. Oh, dit ziet er goed uit. Ik ga even gewoon wachten op die diamonds. En dan upgrade hem als ik er 10 heb. Ja. Dan gaat het even wat sneller. Helemaal prima. Ik ga hebben gewoon... we meer diamond generators hier? Nee, hè? Eentje gewoon. Nee, we hebben er eentje. Oké. Ik ga meer plaatsen.
We willen meer taarten, dus ik heb... rood komt hierheen, zie je. Rood komt hierheen, inderdaad. Hij springt eraf. Hij loopt daar, maar goed. Hij denkt dat we hem niet zien, maar ik zie hem gewoon daar staan. Hij croucht namelijk. Ik kijk hem recht in de ogen. Echt, hij croucht? Hij gaat hier weer achter de... Maar ik kan gewoon door die leaves heen kijken. Zo'n goede computer heb ik wel. Oké, ik moet wel nog wat... Gaan we hem aanvallen? Maar hij staat daar. Ik denk dat we er niet zijn. Ja, is goed. Of willen we hem gewoon met rust laten? We kunnen hem wel. Ik heb 6 diamonds. We kunnen ook even wachten tot ik er 10 heb en dan gaan we. Ja, is goed. Hij staat er nog steeds. Oh, wat doet hij? Ik heb geen vizier meer op hem. Hij loopt daar beneden. Hij loopt daarachter. Achter de cirkel. Oké. Ik ga even wat gold pakken. Ik moet wel nog wat extra obsidian hebben namelijk. Kun je even checken? Waar is die, zei je? Ja, hij is daar bij die boom ergens. Oké, iemand van groen komt ook. Oh, ik heb nu bijna... Ik zie niemand bij de 10. Boom. Ik zie weg? Niemand bij de boom. Waar is hij heen gegaan? Ik denk dat hij dan inderdaad weg is. Die van groen zit in de boom. Nou, hij is niet weg hoor. Ik doe alsof... Hij loopt daar, rechts. Daar zo. Hij kruist er omheen. Oké, laten we hem killen. Ja, pas op, er is ook iemand van groen. Pas uit. Ja, deze heb ik eraf, denk ik. Ja, ik heb deze eruit. Netjes, oké. Ja, denkt hij even op ons te sneaken? Ja, doe, ik zag hem gewoon staan. Ik zie nog iemand daar rennen. Onze paarse aardappel die hendelt wil met die guy. Paarse aardappel. die rode en een groene komen hierheen. Wat is hun probleem? Oké, ik maak obsidian. We moeten hem even helpen, denk ik. Ik heb 14 obsidian, laat me heel even mijn ding doen. Die diamond generator gaat nu ook wel snel, maar we moeten even onze aardappel helpen. Die is echt in de problems. Is hij in de problems? Hij is... Oh, die groene gaat voor dat ei. Groene gaat voor het ei. Waar? Onder je. Waar onder me? Hier, achter hier je. Zo. Doe eens even niet zo gek, jij. Doe even normal, man. Zeg maar dat... Ja, hoppakee. Ga er maar af. Later. Inderdaad. Doei. Even normal, gewoon normal. Even kijken, hierboven zit ook nog eentje. Oh, zit er nog één? Rooien. Ja, rooien zit hier. Oh, die verstoppen zich allemaal. Ja joh, bouw even omhoog vanaf het ei. Wat een pancake is het. Oh my god. Nou, oké, hij gaat nu vechten met die guy. Laten we hem gewoon helpen, hij valt eraf. Zo, ja, doei kerel. Is hij dood? Succes. Nee, hij is daar. Dat hij deed een poging. Maar goed, een poging is meestal niet goed genoeg. Oh ja, ik zie het. Ik help wel eventjes mee voor de zekerheid. Ja. Ah, kijk, eet een appeltje. Dan mappen we met z'n allen. Ja, laten we hem even naar de rand mappen. Ja, even naar de afgrond. Ja, want hij heeft nu zo'n appel gegeten en dat is echt een beetje kut. Ja, dat is heel sterk. Maar dit is een beetje zo'n punt waar ze de hele tijd erin willen. Die ja, dus dit ga ik dichtmaken. Dus we moeten even dichtmaken. Ja, daar ben ik mee bezig. Oh, wat een... Ja joh, eet er nog één. Ik ga even meteen een boog maken, man. Dan kunnen we ze eraf slaan. Nou, ja, hij moet blijven eten. Ja, precies. Ik snij hem af. Oh, er... Oh, die paars zit. Lol! Huh? Wat de fuck zijn jullie allemaal mis? Ja. Oh, we kunnen hier eraf slaan. Knikker hem! Knikker hem! Waar is hij nou? Pak hem nou! Met z'n drieën in die guy, wat een... Ja hoor, hè. Heel goed, oké. Jongen. Ik krijg hier gewoon helemaal hoofdpijn van, man. Deze onzin. Even kijken. Huh? Ja, iemand heeft gebackdoord. Ja, nou, zie dan je? Komen ze in ieder geval niet meer naar ons toe. Als we hem nu even killen... Heb ik zo mijn best gedaan op het ei. Dat heeft dus blijkbaar helemaal geen nut. Ja, bijna. Lekker bezig. Zo, die is eraf. Oké, nou, ik ga nooit... Oké, nou, dan hoeven we niet meer om het ei te zorgen. Ik ga nooit meer om het ei denken. Echt niet. Nooit meer. Wat een kut ding. Oké, kunnen we level 3 maken of is dat niet handig? Oh, alleen rood tape. Jawel, dat is wel handig. Er waren 2 van rood. Oké, ik heb 3 gold. Diamond bedoel ik. Oké, ik heb er 16. We hebben er 25 nodig. Oké, ik geef ze aan jou. Waar ben ik? Ik ben bij de Diamond Generator en er liggen hier ook 3. Dus als je hier komt, dan kan je hem uppen. Ja, gaat best snel, gaat hier. Even kijken. Geef maar. Ja, alsjeblieft. Ik heb er nog 2 nodig. Blijf ik wel dat gold verzamelen. En als je slim bent, maak je meerdere setjes. Want omdat je overleeft het heel lang. Maar omdat je... Ah, kijk, hij heeft nog een setje liggen. Thanks. Kijk, ik heb hem weer geüpgrade. We moeten nu wel even uitkijken dat ze ons niet komen killen. Die gozer heeft full iron, zie je dat? Oh, hij heeft inderdaad bij de Diamond Generator gezeten dan. Ja, dat denk ik ook. Wat een gozer. Ik mag hem nu al niet meer. Mag hem niet. Jongen, dan mocht je vanaf ga het begin weg. Al je hebt meer. Al alles. Je hebt al alles. Ja, hij heeft alles. Ga gewoon weg. Ga lekker wat anders doen. Hij kan nooit genoeg hebben. Ga weg. Nou, ik heb betere ping, dus ik vang ze allemaal op.
Oké, even kijken. Wat, oh, eten lekker. 15 more, ja. Ik maak even een kissie. We have nothing. En in dat kissie doe ik al mijn spulletjes die ik niet nodig heb meer. Oh, ik heb zoveel iron. Dus deze guy wil eerst zelf even 15 farmen, maar ondertussen lopen wij nog met leather rond. Hij denkt echt niet na. Oh, echt? Ja, hij zegt 15 more, dan ben ik full. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Ga weg, kerel. Duw hem eraf. Zo, nu heb ik 2 setjes. Kijk eens even. En ik heb hier nog eten. Nou, die hooibergen. Ik weet niet wat ik daar nog aan heb, maar goed. Oké, ik heb in ieder geval een full nieuw setje. En als die kapot gaat, dan kan ik dit gebruiken. Dat zou ik jou ook echt adviseren, hoor. Om gewoon nog een extra setje te maken. Ook ja, al is dat goed, van ledder. Als deze aardappel hier ook gewoon deed te blijven staan, dan... Ook al is dat van heel ledder. Heel langzaam. Maar we gaan het echt winnen door de pijl en boog, hoor, denk ik. Ja, die... Everybody on red. Everybody go to red now. En dan blijven wij hier gewoon staan. Dan gaat hopelijk iedereen naar rood. Oh, iemand werd eraf. Oeh, hij overleeft het gewoon. Ja, overpowered. Dus is ook gewoon niet normaal. Sterk. Oh, diamond is super duur. Moeten we iron of diamond kopen? Diamond is inderdaad super duur. Dus ik zal gewoon iron gaan. Oh, er wordt iets heel erg tofs in de chat gezegd. Dus even lezen in de chat. Wat zegt hij? Jij bent mijn baas in zijn knol. Kijk, alles wie je zijn hebt geabonneerd. Ah, super tof, Jelle. Dank je. En jij nu bent op mijn rood baas. Gaan. En nu op rood gaan. Ja, en nu op rood. Yo. Of is hij al dood? Ah, oh, hij is al dood. Oh. Oh, man. Oh, Pieter Jan is nu zie ook je, daar heb je dan maar niks aan, hè? Pieter Jan bedoel, is ook ik wil niet boos zijn of zo, maar... Kijk, ja. Staat hij weer op de diamonds? Ja, ik heb het. Jongen. Ik heb wat ik nodig heb, man. Wat heb je eigenlijk? Heb je nu een full setje? Ik heb nu een full setje. Ik kan ook nog 1 ding voor jou maken. 2 dingen. Ik heb 8 diamonds, dus dan heb ik nog een beetje nodig. Even kijken. Ik heb een helm en een chestplaat voor je. Ik heb bijna... een borstplaat en een helm. Oh, dankjewel. Je accepteert het ook gewoon ook dat ze... Ja, dat is prima. Een borstplaat. Een borstplaat, dat mag. Daar moet ik echt van overgeven als ik dat hoor. Een borstplaat. Een borstplaat is toch zo'n... kan je toch eten? Zo'n snoempie. Ja, is dat een snoempie? Volgens mij wel. Ik weet het niet. Google maar een keer borstplaat. Borstplaat. 10 diamonds voor een powerful golden apple. Ja, dat is misschien wel handig. Even kijken. Laten we eerst even een boog met punch. 25 diamonds. Laten we daar eerst voor gaan. Ik heb nog 2... ik heb 1 diamond voor je. Oh, die purple guy is even op onderzoek uitgegaan. Ja, die is weg. Er was toch een aardappel, zei je, toch? Hé, wat zal ik van gold staat halen? Daarboven. Want ik heb 2 stacks gold. Pijlen, denk ik. Ja, pijlen. Even kijken. We kunnen er ook TNT van halen. We kunnen ook van hebben. Even kijken. Normale appels hebben we ook. Normale gold. Oh, daar is hier iemand. Oh, nee, dat is ons vriend. Sorry. Hier, 1 gold voor een normale golden apple. Laten we dat gewoon het normale eten maken. Ja, ik heb daar gewoon 33 van nu. Oké. Dan gaat hij weer erop staan. Hallo, ik heb er nog 2 nodig. Dan heb ik een boogje. Ik heb echt te veel iron, weet je dat? Even denken. Ik heb er gewoon allemaal blokken voor. Ja, of... Let's get full diamond. Oh, dit is er zo één. Dan zitten we hier tot morgen nog, ouwe. daar heb ik niet zoveel zin in. Staat hij weer erop? Hij staat... Let's get full diamond, zegt hij. Weet je hoe duur dat is? Oh my god. Dat betekent 32 diamonds per pakkie. En zo, ik weet niet of... Ik zeg, dat is zo expensive. Expansive. Go to mid and farm there. Ik vraag of je naar het midden wil gaan en daar is de diamond wil halen. Ik wil eigenlijk 10 diamonds even... Jeetje, even denken. Ik krijg het hier helemaal zweterig van. Ik heb 25 diamonds nodig voor die punchboog, hoor. Ja, die heb ik al. Ik heb hem net gekocht. Oh, serieus? Oh, nice. Ja. Ga best snel, hoor. Die heb je best snel. Oké, wat heb ik dan nu nog meer nodig? Ik wil wat met mijn gold. Een zwaard? Doen. Heb je al een zwaard? Ja, maar nog niet echt een hele goeie. Ik heb een sharpness 2, maar ik kan nog een sharpness 2 krijgen van diamond. Die doet 1 attack damage meer, geloof ik. Ja, ik denk wel dat we voor dat zware zwaard moeten gaan. Oh, dat zware geschut. Ik doe gewoon even een stack golden apples. Kijk, hops, oké. Oh, daar rechts bouwt iemand. Oh, niet naar ons. Oké. Maar die heeft... Kijk, als je hem nu eraf schiet. Als je hem nu eraf schiet. Ja, maar ik heb geen arrows, man. Oh. Arrows kopen. Ja, haal die even.
Even kopen. Slowness Arrow? Nou, fuck dat. Dat hebben we niet nodig. Ik heb weer bijna twee stenen. Wacht, ik ga even... ik ga gewoon al mijn iron hierin doen. Oh, dat kan geen eens. Zoveel is er geen eens. Holy moly. Nice! Ik zag het! Yes! Nice shot, bro. Was jij dat of was hij dat? Nee. Oké, nice. Even kijken. Wat ga ik doen? Hoppakee. Oh, hij heeft al één diamond borstplaat gehaald. Ja, ik weet het, ik weet het. Hij gunt ons niet. Hij gunt zichzelf. Enzo, kom dan, Pieter Jan. Oh, hij daagt ons uit. Met zijn drie Minecraft vrienden. Hij daagt ons uit. Oh, ik zie daar iemand staan bij groen. Ik weet niet van welk team hij is. Ja, misschien van groen. Maar die kerel die heeft gewoon al full borstplaat en leggings allemaal in diamond. Full borstplaat? Ja, allemaal een diamond. Green have full diamond. Ja, inderdaad. Dat zei ik ook net, ja. Iemand zegt... Purple, why we dead? I'm a rush red. Zij gingen waarschijnlijk rood rushen en nu zijn zij dood. Even kijken, hoe gaan we dit aanpakken? Want ik ben eigenlijk vanaf het begin van de game alleen maar resources aan het verzamelen. Kijk hoeveel werk hierin zit. En het is gewoon vernietigd, mensen. Of nou, nog geen eens. Ze zijn er gewoon doorheen gegraven. Het is voor niets. Het is voor nothing geweest. Oké, deze generator is nu level 3, die gouden. Oké. Gaat even wat sneller. Nee, ik heb nog 2 stacks. Ik kan zoveel pijlen halen. Ik kan wel spectral arrows even heel veel. Kijk, 50. Ik ga hier nu gewoon even chillen. Ik doe ook gewoon slowness pijlen. Doe ik ook gewoon heel veel van. 40 en de rest gewoon normaal. Kijk, pijlen heb ik nu genoeg. Oké. Nice. Ik heb nog maar 17 diamonds. Ja, dit is zo lullig. Waarschijnlijk als we straks weggaan, worden we in één keer eraf geschoten. Ja, eerlijk. Al het werk voor niks. Alles voor niks. Oké, mijn doel... kijken. Wil je eens kijken in die dubbele chest hoeveel of daar nog genoeg iron in zit? Er zit mega veel iron in. Dat heb ik allemaal. Ja, daar is waarschijnlijk wel genoeg iron. Zou je denken? We kunnen hem upgraden met 20 gold. Aan de andere kant is ook gold. Oh, ik werd geraakt door een pijl. Oh, hier komt iemand. Komt iemand naar beneden? Oh ja, ik zie het. Rooie. Zullen we hem even killen? Hé, dat is een rode. Wat kom je hier doen? Ik heb geen idee. Wacht, als ik dood ga, ben ik dood, hè? Ja, wacht dan even. Hij probeert je eraf te schieten. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, hij staat hier met een pijlenboogje. Ja, hij gaat ons lokken erheen en dan in één keer... Pieuw. Ik kan hem hier raken. Als je hem eraf kan schieten, dan... Nee, ik blijf gewoon pijlen op hem knallen. Hij bouwt zichzelf in. Ja, als je dan niet voor me gaat staan, pik. Eerst een aardappel, nu is het een pik. Wat wil je nou? Pikkie. Oké, ik heb nu ook een punchboog. Hoppakee. En in mijn handdoek, hoppa, apples. Als ik er nou eentje eet, blijft hij dan in mijn inventory zitten? Ja, nice. Oké, beter. Hij heeft ook een punchboog. Ik kan wel... Wat doet hij? Hij raakt ons met spectrum. Even kijken, ja, ik heb hier een muurtje gebouwd. Dus je kan hier... Ik ga... Even kijken, kan je me bekken? Ik ga zo'n muurtje slopen. Oké, zijn muurtje is gesloopt. Hit hem nu. Ja, hij is er dan vanaf. Hoi, ja, pik. Nice. Ik heb... Next wow. Tactics. Hij had er gewoon een... had een diamond chestplate, hè? Yep, hij had hele goede items. En wie was dat van rood? Dat was Poopteus. Oké. You don't stand a chance against us, bro. Ik heb wel echt blokjes nodig, maar die kan ik gelukkig wel halen. Dus dat scheelt. Hoppakee. Ja, we hebben genoeg shit. Dus, ja. Hoppakee. We kunnen ook gewoon letterlijk... Eigenlijk moeten we een stack obsidian meenemen. Als we onszelf in willen bouwen, weet je wel. Dat duurt super lang. Gewoon een stack. Nou ja, maar meestal kan je panic builden, weet je wel. Even kijken. Nog meer TNT. Wat willen? Oh, je kan ook enderpearls halen, hè. Maar... Oh, dat is denk ik wel handig. Denk ik ook wel. Oké, ik heb nu ook wel genoeg blokken. Ik heb eigenlijk alles wel genoeg. Alleen ik heb gewoon nog geen armor het beste. Ik ga alleen een second setje even halen. Wel de pijlen. Ja, ik zal gewoon een full iron setje als reserve hebben. Als je dan full die diamond hebt, die andere. Ja. Oh, ik heb wel genoeg pijlen. Ik weet niet wat ik met mijn gold moet doen. Heb jij gold nodig? Stack golden apples gewoon. Doe je niet gold?
Geef maar aan mij. Ik heb wel wat nodig. Ik heb wel wat nodig. Ja? Oké. Okay. Ik drop het op jou, ja? Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Yes, please. Oh, hier. 30 gold. Can I have some dia? Gaat sowieso niet teruggeven, denk ik. Maar goed. Oh, gaat hij dimes geven? Oh, hij geeft mij 2, 3... Oh, thanks. Hij geeft me 3 diamonds. Nice. Geweldig. Ja, daar heb ik echt heel veel aan. Oké. Okay. Genoeg blokken. Fantastic. Oké, okay. Blokken heb ik nu wel genoeg. Die mot ik niet. Oké, ja, ik heb mijn punchboog. Powerboog. Zullen we dat nodig hebben? Denk ik niet op zich, toch? Power, nee. Dat eten ze gewoon apples. Ja, dat denk ik ook. Je hebt echt de meeste kans als je ze eraf schiet. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik ga nog wel een goed zwaard halen, denk ik. Ja, ik heb nu sharpness 2 dan. Kom dan, Enzo. Maar, ja, doei. Ja, rustig. Hey, de aanvallers zijn meestal... De verliezers. Gaan, hè? Ja, want de defense die hebben ook... Die hebben voordelen. Ja, maar die hun hebben een ei nog, snap je? Die kunnen vechten in hun eigen hachie, ja. In hun eigen omgeving. Het is een soort van thuiswedstrijd met voetbal. Ze hebben voordeel. Dat is misschien wel handig. Even kijken. Dat we een axe meenemen voor die... Want waarschijnlijk hebben zij... Ja, we moeten gewoon een goede pickaxe en goede axe hebben. Ja, een goede pickaxe is... Oh, wacht. Kan ik die nou halen? Nee. 40 diamonds is die goede pickaxe. Maar we hebben maar 1 generator. Dus jammer dat niet iemand van ons in het midden is. Maar ik durf er eerlijk gezegd ook niet echt heen. Ja, die rode zitten daar. Volgens mij. Waar zit rood? Tegenovergestelde van ons, volgens mij. Zie ik ja, daar opposite. Nou... Oké, groen is... Should we go to green? Dus zullen we naar groen, vraag ik. He is full dia, but we can kill him together. Dus met z'n drieën kunnen we hem wel killen. Ja. Yeah. He is there farming. Let's build and go to him. Oké, laten we bouwen en naar hem toe gaan, heb ik zojuist gezegd. Ja, ik zie het. Ik koop dan alleen nog eventjes een betere pickaxe. Een pickaxe. Eigenlijk moeten we... En we moeten een axe hebben, gewoon. Een beltje. Een beltje? Voor wat? Oké, ik heb de 2 na beste pickaxe nu. Nou, als ze die kisten erop hebben staan... Oh, dan hebben zo. We wel wat aan een axe. Oh ja, dat is wel redelijk goed, hè. Even kijken, een axe. Met sharpness zit erop, maar goed. Ik doe gewoon... Ja, maar een axe is toch een axe? Dat maakt toch niet uit welke? Ja, er zit... een axe sloopt sneller armor. Serieus? Ja. Dus als mensen apples eten, kan je beter met een axe slaan, want dan sloop je een armor sneller. Maar ik heb er eentje van iron, die vind ik wel goed genoeg. Okay, ik ga die... Hey, ik ga heb er ook, af, ik heb ook, gozer! Ik heb ook... hij staat er de hele tijd op, hè. Niet normaal. Dude. Ik heb ook 14 TNT, hè. Dus daar kunnen we ook gewoon een heleboel mee opblazen. Dude. Of 23, kan ook. Ja, yeah, TNT, pas op! TNT! Oh! Ja, ik kan geen damage doen aan jullie. Can I have 2 diamonds, zegt hij. Gast, hij loopt in full diamond en waarschijnlijk springt hij gewoon van de wereld af zo. Ja, echt wat een gozer. Wat een aardappel. Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik moet doen hier. Ik loop maar een beetje de hele tijd heen en weer. Ik ben bang dat er in de tussentijd iemand stiekem naar ons is gekomen. Ja, die groen die loopt er nog steeds rond met full dia. Daar moeten we eigenlijk echt even heen. Ik ben gewoon nog geen 1 keer van ons eiland afgegaan. Hoe erg is dat? Heel saai. Ja, dat is wel heel saai. Ja. Dus ik wil eigenlijk gewoon weg hier. Oké. Even denken. Ik heb nu pijlen, een zwaard. Een second setje moet ik eigenlijk nog hebben. Maar goed, we gaan ze toch outminden. Weet je wel? Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk niet dat we heel veel gaan vechten. Dus als we genoeg blokken hebben, dat is denk ik het meest belangrijke. Should we go, Preston? Oh, hij heeft nog niet genoeg, denk ik, hoor. Hij staat hier weer bij mij. Hij gunt ons ook gewoon niet. Hij wil gewoon alleen maar zelf. Yeah. Oké, let's go. Oké, laten we maar gewoon gaan. Ik neem wel de allerbeste pickaxe. Ik heb geen gold apples, though. Ik heb wel de allerbeste pickaxe die er is. Is dat handig zonder gold apples te gaan? Ja, denk ik wel. Oh, mijn zwaard. Oh, ik heb geen eens een diamond goed zwaard. Ik zal... Oké, nice. I only need Dia's sword. Then we go. Dus ik zeg dat ik alleen nog een diamond zwaard nodig heb en dan gaan we. En die is 12 dia. I need 10 dia voor Dia's sword. Ik ben aan het
verzamel wel wat voor je. Ja, ik heb maar 10 diamanten nodig. Hier, hier, hier. Ik heb hier nu 5. Ah, thanks. Thanks. 5 more. Ga er nou af. I will get full diamond for you and sharp 5. Full diamond voor mij? Zegt hij dat nou? Ja, guess. Nice. Ik zeg al gewoon nice, weet ik veel. Oké. Okay. Ja, en dan moeten we zeker hier nog even een jaartje gaan zitten, zitten wachten. Heb jij 5 diamonds voor mij nu? Oh, pik, oude papa, lullo. Die kerel die... Oh, is dat 5? Ja, nice. Ja. Oké, laten we gaan. Of je nou meegaat of niet, wij gaan gewoon, kom. Oké. Okay. Ik ben bang nu al dat ik hier... Wil je via daar gaan? We kunnen ook even naar groen bouwen, gewoon. Rechts. Via de zijkant. Dit is wel een gevaarlijke brug, is dit. Ja, ik ben heel sneaky namelijk gaan. Ik ben ook bang dat er iemand ergens staat om het hoekje en die ons in één keer afschiet. Laten we hier gaan. Ik ben bij de boom. Oh ja, ik zie je. Ik zie je bij de boom staan. Zal ik een beetje op de lookout staan? Want ik zie groen nu schieten... Ga ik hier uit? Naar jou volgens mij al. Hij wees al even naar jou. Met zijn pijlenboog. Oké, even kijken. Oeh, die Preston Play die schiet richting het midden. Want daar zie ik ook iemand staan. Ja, dit wordt echt super moeilijk. Ik denk dat we serieus met z'n drieën moeten rennen en dan... Enderpearls, gast. Enderpearls. Oh ja, enderpearls. Ja, we kunnen helemaal niet weg. We moeten enderpearls hebben. I think we need enderpearls to get away here and kill green. And then move on. Hij staat hier alleen maar om met z'n drieën. Dan gaan we toch... We moeten 64. Ik heb er nu 13. Hoe duur is een enderpearl? Ja, 64 dia. Okay. Let's go mid. Ja, yeah, we can't because they shoot. We kunnen niet, want ze schieten de hele tijd. Ja, inderdaad. Eens zien. Ja, die guys die lopen met die rood is helemaal geared out, man. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik ga in ieder geval niet... Oh, komt hij weer hier? Jeetje. What are you buying? You already have everything. You already got everything, mate. What are you doing? Ja, fast. Niet cool. Let me farm, please. For enderpearl. Oké, ik probeer een enderpearl te krijgen. Hij wil sharpness 5. Ja, gozer. Hoe duur is die? Oh, die is 64. Jeetje. Oh, ik zeg tegen hem, je wordt waarschijnlijk toch neergeschoten en je gaat dood. Ja, je hebt alleen een punchbow nodig. En kijk onze armor, jouw armor, kerel. Yeah, nice. Nice, go mid. Oké, laten we maar naar het midden gaan. Ja. Ik heb 29 dia, dus ik ben op de helft. Maar ja, dan moet jij natuurlijk ook nog. Ja, nou ja, ik ga wel geen parel. Dan kan als jullie gaan, dan kan ik bouwen. Wat nou als ik naar groen enderpil... En jij dan, als ik bij groen ben, naar het midden ga. En dan via het midden dan die brug gebruik van groen. En dan ben ik gewoon in gevecht. Dan eet ik wel gewoon de hele tijd appels. En dan kom jij uiteindelijk. Ja, dan kan ik lopen. Alleen dan heb je wel rood nog. Rood heeft nu oranje een beetje aangepakt. Oké. Oh man, wat heb ik een hekel aan deze... Ja, aan de ene kant is het chill dat we nog met z'n drieën zijn. Maar ja, hij pakt... Nou, ik heb een hekel aan gewoon overpowered. Duurt ze allemaal zo lang. Ja, klopt. Duurt echt heel erg lang. Ben je nou klaar, gozer? ik ga gewoon... Wat ben jij aan het doen? Ik probeer te sneak builden. Ja, pas helemaal op, via man. Achter. Pas uit hoor, dat kan zomaar misgaan. Ja, dat weet ik. Maar goed hè, er moet risico genomen worden voor wat wins. Ja, dat is waar. Ik heb 31 obsidian. We kunnen straks gewoon bouwen met obsidian. Oh shit, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen obsidian. Ik kan je wel wat geven. Oké. Ik heb 40 dia. Ik kom in de buurt. Nee, komt hij weer terug. Oh, nice. Oeh, nice. Enderpearl. Geeft hij een enderpearl? Nee, hij schept ermee op door mee in zijn hand te lopen. Oh, nou, dat is chill. I have 50 dia. Almost enderpearl. Let's go to green, oké? Together. Ik vraag nu aan hem of we naar groen kunnen gaan. Nee. Kerel. Oh.
Dude, give me Dia, please. You already have everything. What the fuck? Je hebt toch alles al, gozer? Ik ben een heel mooi bruggetje aan het bouwen hier. Nu word ik geïrriteerd, jonge jonge. Oh, één iemand is dood. Oranje is dood. Door hockeyspeler 1. Oké. Okay. Ik ben heel close bij groen. Serieus? Ja. Even kijken. Ik alleen... Ziet hij jou niet door of zo? Nee, hij heeft het niet door. Oh, jij bent daar via beneden. Oh, dat is echt zo'n Jeremy-tactiekje. Ja. De Jeremy Tactics. Iedereen gaat via boven, maar beneden. Hè? Beneden is de key. Ja, dat is nice. Ik ga... Oké, ik heb 59. Ik heb bijna. Waarschijnlijk als je de brug hebt gemaakt, heb ik net die enderpearl. Kom op. Oh, hij heeft een schild, die kerel, zie ik. Oh, hij is niet aan het opletten. Hij is aan de andere kant van zijn eiland. Hij loopt een beetje heen en weer. Hij is volgens mij aan het kijken naar andere eilanden, maar niet echt naar die van ons. Oké, ik heb 64. Oh, die kerel van ons gaat volgens mij naar het midden. Waar is die enderpearl hier zo? Oké, ik heb een enderpearl. Oké, nice man. We kunnen ook kijken of we je enderpearl kunnen saven, want ik ben nu echt heel dichtbij. Ja, dan gaan we wel met z'n tweeën. Oh, die kerel van ons. Oh nee. Kom op. Enzo, raak hem. Echt die? Yes! Ik heb eentje geraakt. Oh, hij is niet dood. Hij is wel bang. Ja, ik heb hem weer geraakt. Nice, ik heb hem naar beneden geschoten. Die Preston van ons, die zit daar ergens halverwege het midden. Ik heb hem denk ik heel erg goed geholpen. Oh, als hij nu valt, hè, die kerel. Oh, dan word ik toch een tijdje boos op hem. Dus heeft hij ons de hele tijd zitten belemmeren? Ja, met het farmen en dan gaat hij nu waarschijnlijk... Ja hoor, hij is eraf. Hij is nog serieus doodgaan ook, ja. Oh, broeder. Ik wist het ook gewoon. Wat een looter, ja. Wow, dan heb je echt Preston. Heel je Minecraft-leven besteed aan deze looterkist. Dan ben je gewoon een half uur bezig met farmen en alles jatten van ons... En oh, dan... Giel is ook dood. Giel is eraf gemieterd. Man. Heb jij die brug klaar ondertussen? Even kijken. Ja, hij ziet het niet. Hij is echt bezig met farmen als een malle. Het is een hele safe brug. Oh, één iemand van rood is weggegaan. Ja, ik zie het. Poeptuus, die werd gekilled door Mr. Walvis en die is weggegaan. Dus dat is heel chill. Dat is nice. Oh, dat was bij groen, dus dat was heel erg dichtbij. Oh, hij heeft me door. Denk ik. Ik denk dat hij het heeft gezien. Ja, hij heeft je gezien. Ga er weg. Ja, maar het is een hele veilige... veilige brug. Ja, ik zie het. Oh ja, nice. Kan jij op hem schieten? Dan kan ik gewoon bouwen. Ja, ik heb 40 dia, dus ik heb bijna mijn tweede enderpearl, hè? Dat is wel even fijn, toch? Weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen die enderpearl op hem gebruiken, maar ja... Rood heeft nog steeds hun dingetje. Ja, dan moeten we daarna weer op rood. Ja, ik kan op hem schieten als je wil. Zullen we dat even proberen, dat ik op hem ga schieten gewoon? Ja, we kunnen dat proberen. Oké, dan ga ik dat wel doen. Kijken. Oké, ik heb hem geraakt. Ik heb hem nog een keer geraakt. Hij gaat nu op jou, maar hij gaat sowieso target switchen naar mij. Hij gaat shielden. Hij shield nog steeds. Kijk, ik maak even een duckie. Ik hit hem wel. Oké, ik ga het proberen, ja? Oké. Kom op. Enzo, goed schieten. Hij heeft nog steeds zijn schild op. Mr. Walvis. Dus ik kan niet zoveel. Oh, hij is aan het bouwen. Ik kan hem niet meer hitten, bro. Kut, dat was zo close. Ja, dan wordt het toch maar die tweede enderpearl. Die kan ik nu wel halen, denk ik trouwens. Ja? Ja. Ja, ik heb 60 nu, dus nog 4 erbij. Dus dat red ik zo. Dus ik leg hier wel de enderpearl neer voor je alvast. Bij de diamond generator. Oké. Maar die kerel van ons, die had een enderpearl. Die heeft hij helemaal niet gebruikt. Hij valt naar beneden en hij gebruikt alsnog niet die enderpearl. Ja, we hadden hem naar een ander eiland kunnen schieten. Ja, dus wij kunnen nu naar groen. Dan is groen in ieder geval dood. We hoeven dan ons alleen nog maar te focussen op rood. Dus zullen we naar groen enderpearlen? Heb je er één? Ja, jij ook, ja. Ik heb er één, ja. Zullen we erheen gaan? Kijken. Want rood is gewoon volgens mij op een eiland. Even kijken, dropt die armor als je hem killt? Nee. In plaats van eraf schiet? Nee, oké. Oké, nou dan moeten we het maar proberen. Oké, dan ga ik er nu heen. Ja. Oh,
Nee, gast. Echt. Oh, dude. Ja, lekker Enzo. Oh, die andere guy is geteleport naar ons eiland. Wat een kneus. Enzo? Dit kan gewoon niet waar zijn. Nee, dit kan niet waar zijn. Je lijkt nu net op die ene Petrus die in ons team zat. Nee, op Preston. Preston, ja. Ik moet echt mijn best doen om rustig te blijven. Dit is de slechtste play die ik ooit heb gedaan. Dit. Oh my god. Ik ga gewoon over die brug rennen nou. Ik ga nou roadkillen ook. Ja, ik zie je rennen. Oh, hij schoot eentje mis. Hij schiet twee mis. Maakt mij helemaal niet uit. Hij schiet toch mis. Ja, hij heeft alles misgeschoten. Hij heeft alles gewoon een scheve knakker is. Het maakt mij helemaal niet uit. Ik krijg het gewoon voor elkaar om op die suiker van die brug te gooien. Heel lekker gedaan, hè. Zo, hoe dik gaan hun ding nog maken? Oh ja, daar komt die jongens. Oh ja, ja, we moeten verdedigen nu. Gast, rood heeft maar 5 obsidian om een ei. Wat? Serieus, zonder grap. Waar is het? Ja, daar naast de diamond generator. Ik ga daarheen. Hun hebben 5 obsidian, that's it. Echt? Ja, neem een golden apples. Doe die golden apple bij je shield doet. Dan kan je altijd blijven eten, snap je? Ja, goeie. Oh, je kan iemand van rood afschieten aan de andere kant. Hij komt naar jou toe, aan de andere kant. Nee, de andere kant van jou. Ja, ja, daar is die. Hij staat er achter die boom. Fuck. Oh, die had je raar. Ja! Ja! Ik heb hem! Nee, hij is beneden gevallen. Oeh, ik had hem kunnen killen hier. De 2v2. Ik zou er nu gewoon heen gaan. Ja, maar hij is nu wel beneden. Ik moet eigenlijk even wachten tot hij boven is. Gaat hij boven? Maar hij gaat niet meer naar boven. Hij gaat nu naar het ei toe. Hij probeerde jou van achter te pakken. Hij gaat... Oh, ik zou nu rennen. Neem een golden apple in. Zorg dat je die... Die andere is namelijk... Oh, die andere gaat naar boven bouwen. Dus misschien kan je die andere straks pakken. Oh, Jeremy gaat ervoor. Fuck. Ja, mijn ding is te traag. Ja, die is veel te traag. Ja, is veel te traag. Ja, dat is golden apples eten voor het leven. En proberen hun eraf te schieten. Ja, komt goed. Pas op. Ja, pas uit moet je dan zeggen. Hè? Niet pas op. Oh, gozer. Zo riskant bezig. Ja, hey, we moeten iets doen, hè. Anders gaan we net... Ik bedoel, we kunnen ook net zo zijn als die groene. Die gebruikt gewoon een enderparel om weer terug te gaan naar ons eiland. Ja, ga jij naar hem en dan gaat hij naar jou. Oh, die kerel is weggegaan, die groen trouwens. Of die is doodgegaan. Oh, lol. Hij is doodgegaan door zichzelf. Dus dit is de final fight. It's the final countdown. Oh. Wordt er niet afgeschoten. Nee, joh. Oh, kan. Ze missen alleen maar. Oh my god. Oh my god. Je houdt het zo lang vol. Ja, doei. Oh, ze hebben alleen maar op een eiland gezeten. En wij ook. Ja. En dan eindigt het zo. Mm. Dit is echt een hele grote teleurstelling. Daarom vind ik dit soort spellen zo leuk. Ook bijvoorbeeld spellen zoals Fortnite en Battle Royale games. Daarom hou ik er zo van. Echt gewoon wie het langst wacht. Wie het langst gewoon zijn hachje volhoudt, die wint. Oh, dit was echt een teleurstelling. Ik ga ervoor zorgen dat deze teleurstelling niet meer gaat komen. Dit kan anders doe ik niet meer mee, hoor. Dit kan echt niet, hoor. dames en heren, bedankt voor het kijken. Als jullie het uit hebben gehouden tot nu, aan het einde van deze video, respect voor jullie. Ik ga jullie beloven dat ik nooit meer zo'n potje ga spelen of online ga zetten. Want die kan echt gewoon niet. Bedankt in ieder geval alsnog voor het kijken. Hopelijk hebben jullie een beetje kunnen lachen. Doe alsnog een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check het kanaal van Jeremy in de beschrijving. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Peace.